3, 2, 1, ja. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nou, wat hebben we hier? Wat hebben we hier, lief schat? Ik film je even van boven. Een doos. Een doos. En ze hebben natuurlijk wat erin zit in deze doos. Ze zijn natuurlijk wat los aan. Hard gewerkt door Bert. Je hebt die net opgehaald. Mm. En dat wordt nu heel professioneel opengemaakt zonder schaar. Die scharen we. Ja. We hebben 4 dozen in totaal gehaald. Quattro. Quattro box. Boxes. Ja, die zijn bijna goed. Cagas. Cagas. Quattro cagas, dames en heren. En want we hebben hier namelijk 4 mooie dozen. En wat zit erin? Ik ben benieuwd wat erin zit. Ja, het klinkt een beetje alsof een koepelteentje. Koepelteentjes. Maar daar zit in. Een. Open te maken. Oh, er valt wat ijs. Ik zie het nog niet. We kijken even mee. En dat komt uit een vlagstok, dames en heren. Dan moet je nog niet zeggen wat het is, dan weten mensen al wat het is. Moet ik eerst denken, er komt. Dan knippen we er even uit. Even hier doen. We beginnen naar het derde attribuut van de doos. Daar gaan we nu naar kijken. Want we hebben namelijk gekocht een hele mooie. Hier is het. Dop. Dop. Een witte dop. Die gaat er ook bij. En dan komt het laatste onderdeel, deel 4. Namelijk de onthulling van. Tadaam! De vlag van Vinca. Vlagos. Los Vlagos, hou hem even zo ervoor, ja, voor jezelf. Ik heb, ja, het is nu andersom, lieve schat, hij is nu andersom. Ja. Hij is nu andersom. Het oog is andersom. Jazeker, nog even zo, jawel, zo is die. En zo is die, kijk eens even. Had toch wel eentje groter gemogen? Nou, is toch netjes voor het terrein? Ik denk het wel hoor, dat hij heel mooi past. Dan moet deze dan... Moet dan en dan moet dan op de stok. We hebben een extra lange versie, deze opname. De korte versie is een short en dit is een lange versie. Die professioneel werkelijk omdoet. Dus de dop wordt er bovenop gezet. Allemaal dan, wit. Want de kleuren van de vlaggen zijn wit. Waar maak je dit dan aan vast? En dan wordt dat gewoon daar vastgemaakt. Denk ik, hè? Ja, waaraan? Een klein knoopje, denk ik. Knoopje. Lieve schat, knoopje. Ja, maar waaraan? Hou de vlag maar even uit. Ik heb het even zien hoe die houden. Bert gaat straks een vlaggenparade houden op de binnenplaats, toch? Lieve schat? Ja, maar dit moet toch ergens... Als dit moet toch hier ook ergens vastgemaakt worden? Ja, dat dacht ik ook. Dan moeten we er zelf een klein dingetje inmaken. Maar laat me even zien als die helemaal hangt, zou ik maar zeggen. Ja, heel mooi.